Mo Missouri, je kan het moeilijk zeggen over jezelf, dan zal ik het doen, de man van de match. Dank u wel. Het was echt een totaalprestatie toch wel. Ik denk dat ik heel goed in de wedstrijd zat, persoonlijk ook. Dus het is altijd leuk om te scoren. Maar ik ben vooral blij met de 3 punten tegen een zeer lastige tegenstander, weet je ook. Je ging je plots bemoeien van op het middenveld. Je versnelde het spel, je regisseerde de boel. Dat was ook een afspraak. Ja, we hadden voor de wedstrijd toch van tactiek gewisseld, omdat er toch een paar spelers afhaakten, zoals Arjan. Dus het was eigenlijk niet de bedoeling dat we met 3 achterin gingen spelen. En door die tactische wijziging ben ik ook eigenlijk van op de flank meer centraal komen te spelen. En dat is ook een spel waar ik veel meer aan de bal kan komen. Jullie stonden ook bijzonder goed in die eerste helft, want de passinglijn werd allemaal afgesloten. De Roeselaren was zoekende, hè? Ja, inderdaad. We wisten dat ze heel veel beweging hadden in hun ploeg, heel veel positiewisselingen. En we hebben dat goed doorsproken voor de wedstrijd, dat we ofwel heel hoog moesten druk zetten ofwel heel laag. En bij momenten was het wel in de eerste helft vrij laag, maar ik denk dat we op de juiste momenten wel goed tegen konden prikken. Wie mag de penalty trappen bij Beerschot? Oh ja, normaal trapt Hernan ze, dus ik heb er vorig jaar ook een getrapt. Dus we gunnen elkaar het succes. We zijn goede vrienden. Ook allebei hoger gespeeld. En zelfs als we niet bij elkaar in de ploeg speelden vroeger, waren we altijd in contact met elkaar. Dus het is heel leuk om met elkaar te spelen. En nu ben je top of the league? Ja, we zijn top of the league. Maar we zijn maar nog maar 4 wedstrijden ver. Maar het is al niet te min, denk ik wel, dat ze met ons zullen rekening moeten houden. Ik denk dat we 2 moeilijke uitwedstrijden hebben gehad, waar we 4-6 haalden. Thuis hebben we tegen relatief makkelijkere tegenstanders 6-6 gehad. Dus we zijn goed op weg. Dank u. Mark Brijs, je kan je emoties altijd goed in bedwang houden, maar ik denk dat er intern toch een klein feestje losgebarst is. Ook in jouw lichaam en je hoofd. Ja, klopt wel, hè. We zijn in je wedstrijd ingestapt, zoals gezegd, voor de wedstrijd. Het was een uitdaging, het was een challenge voor ons om te zien waar reiken onze mogelijkheden. Kunnen wij mee in dat verhaal stappen of moeten wij eigenlijk, zoals ik zeg, bescheiden blijven. En we scoren een geweldig mooi doelpunt dat eerste. Dat is altijd prettig om dat als trainers te zien. Dus dan moeten we vechten om overeind te blijven. Die eerste helft is er heel veel druk van Roeselaren. En dan komen we eigenlijk te weinig in ons spel. Het voetbal werd een beetje vergeten, werd meer gevochten, maar dat heeft ook zijn charme. In de tweede helft denk ik dat we eigenlijk de eerste 5-10 minuten na niet in het probleem zijn gekomen. En dan kwam ons voetbal terug en dan konden we counteren naar hartelust. En dan hebben we het op momenten eigenlijk heel mooi afgemaakt. Wij vonden het de tactisch ook bijzonder interessant. Mo Missouri ging zich op het middenveld bemoeien, bracht versnelling in het spel. De passinglijnen werden afgesneden, ze vonden geen oplossingen bij Roeselaar. Het stond heel goed, hè? Ja, we hebben de ploeg ook bekeken. Een heel goede elftal. We hebben die wedstrijden gezien en dan zat er heel veel kwaliteit in. En ik denk dat we daar getracht hebben om die sterkte van hen weg te nemen en juist op hun zwakte te gaan voetballen. Zwakte om de mindere kanten van hun te gaan voetballen. En ja, als je 0-4 wint, dan lijkt het ineens allemaal uit te komen. Maar het zat goed van in het begin. Alleen hebben we te weinig het gedachte gehad om te blijven voetballen. Dat is wel maar jammer. Lange terugreis, maar een plezierige in dit geval, top of the league, hè? Ja, dat is mooi, maar het is vooral van de meting dat we, het gevecht dat we nu hebben kunnen leveren tegen een van de titelkandidaten. En oké, dit is een momentopname, dat gaan we zeker koesteren. Het is ook een mooi moment in de geschiedenis van deze club. En we moeten blijven werken en blijven ons ding doen. En dan zien we waar we uiteindelijk komen. En, als het kan, nog graag een spitsje of 2 erbij. Nog heel even kort om af te ronden over het einde van die Mercato. Ik heb uit goede bron vernomen dat jullie heel veel spitsen hebben bekeken nog op het eind van die Mercato. Was het echt zo intensief, die zoektocht? Ja, maar niet alleen op het einde van die Mercato. Die is begonnen eigenlijk voor mezelf onmiddellijk na de laatste wedstrijd vorig seizoen, 27 mei. Heel mijn vakantie aan bezig geweest. En je stoot altijd tegen je beperkingen, je legt de lat hoog. Misschien ook niet echt juist van mezelf, maar je legt die hoog. En dan valt er een aantal af en dan kom je ook op de budgettaire beperkingen. Er is ook niks fout mee om dat te herkennen. En gaandeweg vallen er een aantal keuzes weg en dan wordt het moeilijker en moeilijker. En we hebben ons absoluut niet willen laten met terug tegen de muur duwen. We hebben blijven zo goed mogelijk als objectief analyseren. En ik ben er zeker van dat er nu kortelings 1 of 2 mooie komen. Dankjewel.